Een gewone foto vind ik niks aan. Dat is mij te snel klaar eigenlijk. Ik noem mijzelf ook niet echt een fotograaf. Ik word wel zo genoemd omdat het eindresultaat bij mij een fotografische druk is uiteindelijk. Dus zit ik een beetje in die categorie. Maar of het echt fotografie is, dat valt te betwijfelen. Omdat ik natuurlijk alles helemaal monteer. Hierin zitten alle strips die ik heb getekend vanaf mijn zevende ongeveer. Uiteindelijk zijn dit wel de strips waarmee ik naar de kunstacademie ben gegaan. Daar mij heb aangemeld. Kijk, dit soort dingen vond ik inspirerender dan abstracte kunst of zo, of Bauhaus-achtige dingen. De theaterwereld was eigenlijk wel veel meer geschikt voor mij dan de ontwerpwereld en de designwereld. Met name in programma's Creatief met Kurk, Theo en Thea en zo. Al mijn ideeën werden met veel plezier ontvangen. Dus dat was voor mij echt een verademing, weet je wel. Dat had ik gewoon nog nooit meegemaakt. Ik kreeg dat nergens. Ik kreeg juist overal afwijzingen altijd. Toen ik Photoshop zag, had ik zoiets van, Jezus, dat moet ik ook hebben natuurlijk. Ik kon niet meer slapen, gewoon, van de ideeën die ik allemaal kreeg. Self-portrait when I was about 6 years old. Yeah. Werk voor mij is tot in elk detail gemonteerd. Dus je moet je voorstellen dat als je mensen ziet op de foto's, dan zijn die mensen samengesteld. Dat wil zeggen dat de ogen en de neus en de mond, die zijn daar ingeplakt als een collage. En maar je kan het in Photoshop natuurlijk heel perfect afwerken, dus dat zie je niet. En dat gaat bij sommige collages heel ver. Dus dat gaat tot en met de pupillen, de lichtval in de pupillen. Wenkbrauwen zijn al losgemonteerd. Lichtval in het gezicht kan losgemonteerd zijn. Dus dat kan je precies zo componeren zoals je dat zelf wil hebben. Ik creëer de figuurtjes. Dat doe ik ook weer omdat ik niet een bestaand persoon wil afbeelden. Omdat het een fantasie moet zijn. Als ik bijvoorbeeld een model fotografeer, één kind of zo, dan maak ik tussen de 200 en 300 foto's. Dus ik heb ze in alle standen die ik maar kan verzinnen. En dan gebruik ik nog niet de helft daarvan. Dit is hem geworden. Ik moet al de standen precies hebben en dan later
kom ik er pas achter welke ik precies zal gebruiken. De klassenfoto. Dan heb ik iets van 12 modellen gefotografeerd daarvoor. Allemaal netjes met truitjes aan. Tenminste, voor zover de kleren hun pasten. Ik koop allerlei kleding die ik kinderen aanbied om aan te trekken. En als het niet past, dan doe ik het ofwel op een paspop of ik fotografeer mezelf daarin. Dat komt ook wel vaak voor. Want ik kies dan de kleding weer op hoe die eruit ziet en niet op de maat. Nou, van die 12 kinderen heb ik zoiets van 34 combinaties kunnen maken. Dus dat komt vanwege de gedetailleerde montage die ik doe. Dus de neuzen, de monden, de ogen, de wenkbrauwen, het voorhoofd, de wangen, de kin. Allemaal dat soort dingen kan ik los combineren. Dus dat kan ik elke keer weer hergebruiken in een andere combinatie. 34 kinderen zijn het uiteindelijk geworden. En dat was de hoeveelheid kinderen in een schoolklas toen ik op school zat. His work took my breath away, and I mean that literally. He actually manages to bring out that section that is pure, simple, deep. People will say it's not photography, but of course it is. It's a different form of photography. It's a new type. It's a 21st century photography.